huis een keer moet bijhouden. En je teringzooi achter je reet opruimen. Ja, en als je je huis een keer moet bijhouden. Niet alles zo verwaarlozen. Er is meer dan alleen wat er nu gaande is, ja. Je mag wel eens een keer je eigen leven oppakken. En er zelf gaan zitten werken. Verdomme, je hebt meer te bieden dan alleen maar lopen kroelen op die bank daar met een videootje benaasje. Je hoort een vader te zijn die ook een plek in de maatschappij heeft om jouw zoon een identificatiefiguur te geven. En jij gaat als de donder, ga jij je eigen leven oppakken. Niet alleen dit. Je gaat je huis in orde maken. Je gaat zorgen dat je een plek in de maatschappij hebt. Of die nou klein is of groot. En nu ga je verdomme aan de slag met je luie donder en alleen maar bezig te zijn met problemen. Heb je dat goed begrepen? En nu weg hier. Dat is wat ik je wil zeggen, ja. Nog genoeg of niet? Ik wil nog wel verder gaan, maar je dondert nu even op. Ga weg hier. Je hebt heel veel werk te doen. Ga met je luie donder aan de slag. Ja? Dan overal maar te praten en te praten. En je helemaal te fixeren op de kinderen. Er is meer dan alleen dat. Je moet je rottaak oppakken, ook al heb je er geen zin in. Je verantwoordelijkheden nemen. Ja? Je bent niet alleen maar vader van de kinderen door een videootje af te draaien daar op de bank. Je hebt ook een rol te spelen, ja, als geheel. Dus zorg dat je zoon trots op je is. Niet omdat je alleen maar kookt of omdat je alleen maar zo lief hem al voor zijn bolletje aait. Maar omdat je ook nog meer te doen hebt en hem een goed voorbeeld geeft. En laat zien hoe je je huis in orde maakt. En hoe je voor je vrouw zorgt, hoe je dat doet, ja. Niet door haar te negeren en haar zwart te maken waar de kinderen bij zijn. En haar te noemen een mager varken. En vieze varkens worden niet vet. Dat soort dingen hoef je niet tegen mij te zeggen. En nu ga je aan de slag. En als je niet aan de slag gaat, dan donder je maar op. Maar je gaat aan de slag. Je gaat met je luie donder werken. Er is genoeg te doen, verdomme. Pak die stofzuiger en maak de gang zo. Of doe iets anders, maar doe iets, ja. En ga aan de slag. Je krijgt drie tellen om nu aan de slag te gaan, dan kan je trap achter je... onder je reet krijgen. En als je niet omdraait, dan krijg je meer kruis. 1. En ik trap hard, hoor. Dat kan ik je wel beloven. 2. En de laatste tel is... 3. Draai je om. Draai je om. En ga met je luie donder iets doen. Neem zelf een leven dan alleen maar op de kinderen te fixeren of op je moeder. Ga je eigen leven leiden, ja? Dat is wat ik je zeggen wil. Ja, je hebt genoeg te doen, maar